Linda de Vries, voor de 5 kilometer stond je vierde. En voor je rit zag je Diana Valkenburg vallen. Wat ging er toen door je heen? Nou, eigenlijk nog niet heel veel, want ik zag wel dat ze heel snel opstond en snel door ging rijden. Alleen ik wist haar tijd nog en toen dacht ik al van nou, het zal wel niet... Dan had ik denk ik een uitzonderlijke tijd moeten rijden. En ik wist niet, er werd mij niet gefluisterd wat ik moest rijden. Maar ik heb gewoon echt mijn stinkende best gedaan. Want ik had natuurlijk sowieso niet verwacht dat zij zou vallen. Dus ik ben heel blij met een vierde plek. Ja, want hoe kijk je terug op je 5 kilometer? Ja, eigenlijk best wel goed. Want ik was van tevoren best wel moe nog van die 1500 meter. En ik had helemaal van die warme wangen, weet je wel. De hele tijd dat ik dacht, ga ik nu, dan blijf ik even liggen, weet je wel. Maar weer fietsen, even lopen en een beetje inrijden. En toen... Ik kon de hele tijd wel door, zeg maar. Alleen die laatste 2 rondjes, toen was ik aan het einde. Maar toen was het vecht geblazen en dat is wel een beetje gelukt. Ja, want bij die 1500 meter, voor het eerst onder 2 minuten. Ja, dat was zeker cool. Alleen ik kon er op dat moment nog niet heel erg hard van genieten, want ik was echt helemaal kapot. Maar 1:59.6 volgens mij, ja, top. Ja, en het grote publiek kent jou denk ik nog niet heel erg goed. Vertel eens, waar kom je vandaan en bij welke ploeg train je? Ja, ik kom eigenlijk uit Smilde, maar woon nu voor het schaatsen in Heerenveen. En ik zit nu bij schaatsteam Het Anker. En dat is natuurlijk een nieuwe damesploeg. En we doen het goed, dus dat is hartstikke leuk. En het is gezellig met 5 meiden. Dus hartstikke cool. Ja, want wat is het geheim van het team Anker? Ik denk ook echt wel een beetje gezelligheid met z'n allen, ja. Ja. Trainen jullie ook heel anders dan wat jij afgelopen jaar hebt gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat alles wel een beetje op elkaar lijkt. Tuurlijk heb je nieuwe dingen en andere dingen, maar... Ja, het ging allemaal prima. Ja, dat is mooi. Hoe zie jij de rest van het seizoen voor je? Ja, dat weet ik niet. Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik zie wel, volgens mij mag ik als reserve mee naar Colalbe, maar dat weet ik nog niet zeker. En dan zullen we zien wat er daarna nog gereden kan worden en mag worden. Misschien nog World Cup, maar heb ik nog niks over gehoord. En anders dan blijven we gewoon in Nederland de Holland Cup rijden. En als jij het NK Allround zou mogen samenvatten, wat zou dat voor jou zijn? Ja. Nou, echt heel leuk en echt wel heel gaaf ook, dat het gewoon zo goed ging. 4 persoonlijke koers had ik van tevoren echt niet verwacht, dus dat is wel heel leuk. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.